Je ziet er bijna niks van, maar onder de roosters gebeurt heel veel. Ja, het zit gewoon, het is een gemaal onder het maaiveld, onder de grond. En het is zo dat hier de pijp gaat ook onder de dijk door. Nou, en als het water lager is, dan gaat de pomp aan. Die pompen kunnen ook 30 kuub per minuut verpompen. Dan moet je rekenen, dat is 150 regenvaten in een minuut. En dat is de capaciteit van de pomp. Het gaat mooi onder de dijk door. Dus je ziet er ook weinig van. En dat is ook de kunst. Want het is hier ook een mooi landschap. En dan moet je ook geen grote gebouwen of moet je eigenlijk zo weinig poeha hebben in het gebied. Met een officiële handeling is het nieuwe gemaal geopend. Een belangrijke voorziening voor Zwolle. Het is belangrijk voor Zwolle Zuid om daar de watergangen van water te voorzien als dat nodig is. Maar ook om de watergangen door te spoelen, zodat het water altijd schoon en fris blijft. En waardoor de mensen gewoon prettig water om zich heen hebben. Ja, dat je niet van die stinkende slootjes hebt, zeg maar. Vroeger stond de water nou wel eens stil. Als je vroeger in Zwolle kwam, dan lag er allemaal troep en rommel in het water. Nu wordt het doorgespoeld. En komt ook ten goede van het hele watersysteem. Tevens is dit gemaal ook om het hier achterliggend landbouwgebied van 300 hectare van water te voorzien. In de tijden dat de wateraanvoer nodig is, dus in de zomer.